meer aandacht in Nederland, maar ook in de politiek voor dit onderwerp. Ik wil jullie feliciteren met het feit dat jullie het zo concreet en duidelijk hebben opgeschreven. En dat het dus ook zo'n... Het is eigenlijk meer een handboek, zou je bijna kunnen zeggen. Het is geen hele dikke pil, maar het is gewoon een heel leesbaar, snel boek met 5 stappen om eigenlijk gewoon tot een goede strategie te komen. Ik ben blij dat ik het in ontvangst mag nemen, maar ik ben nog veel blijer dat het boek er is. Dus ik wil jullie van harte feliciteren met het feit dat het boek er nu is. En ik hoop dan dat ik het nu in ontvangst kan nemen op een manier zoals dat het bedoeld gebruikelijk is bij dit soort aangelegenheden. Maar ik wil jullie heel erg nog feliciteren. Ja, hartelijk dank. Voordat we tot de vorm overgaan, fijn dat je langs wilde komen. Misschien toch nog even leuk om te vertellen hoe we dat allemaal gedaan hebben. Het was een hele reis aan boek schrijven. We hadden het ook over goh, is dat wat je nou eigenlijk ook graag wil? Nou, misschien wel. Voordat we overgaan op de borrel, misschien dat jij, Jill, niet te lang, maar even kort en bondig kan vertellen waar het boek over gaat. Ondernemers, organisaties, bedrijven hebben veel vragen op het gebied van Internet of Things. Security, privacy is een van het aspect. De voordelen, wat zijn de voordelen van een geconnecteerd apparaat? Wat brengt dat aan mijn bedrijf? Business impact. Hoeveel impact gaat dit apparaat, dit geconnecteerd, deze nieuwe dienst hebben op mijn bedrijf? De middelen, klanten. Ik moet nieuwe mensen aannemen. Ik heb die expertise niet. Technologie. Hoe moet ik beginnen? Wat zijn de onderdelen van een IoT-oplossing? Hoe kan ik keuze maken als ik een platform of een apparaat ga kopen? En connectiviteit. Natuurlijk, ze zijn allemaal geconnecteerd apparaat. Dus het is ook de vraag, welke connectiviteit moet ik nu kiezen? Wat wij hebben geprobeerd in dit boek is kort en krachtig heel concreet methode te geven om keuze te maken, checklist, interviews, posters dat je kan downloaden. En het idee is dat door dit boek ook verder kan met je bedrijf, met je ideeën, met je product. Precies, Peter, dus ja. Prima. Okay. Voor de rest gaat het allemaal heel goed. Dus jongens, wat ons betreft, voordat we aan de borg gaan, hartelijk dank ook aan Van Stoppen dat we hier aanwezig mochten zijn. Mocht je nog op vakantie gaan en een boek zoeken, er is hier genoeg, zou ik zeggen. Is niet ons boek, dan wel een ander boek. En de borg is geopend. Dank voor jullie komst. Goed. Goedendag. Hi. Dag. Vincent Devers. Martijn Beltenburg. Martijn Belt. Even kijken hoor. Van, ik moet eventjes. Waarom kwam jij hier? Wat is jouw rol hier? Waarom kwam jij hier? Ik ben een beleidsmedewerker voor een Nederlandse gemeente. Oh ja. Ik vond het interessant genoeg om hier te komen. Nou ja, ik heb. De opkomende technologieën zijn gewoon beleidsmedewerkers. Hartstikke goed. Mooi. Nou, dit krijgt wel de prijs voor de allersnelste uitreiking ever. Dus, Danny, ik zie dat je kijkt. Wat leuk. Danny kon er niet bij zijn, maar hij wou wel even zien. Dus dat is heel mooi. Dus, ja, even draaien. Even, het licht moet van achter komen. Ja. Dat heeft iets met dat Vinks te maken, het licht op Vinks. Ja. Ja, even allemaal een beetje naar rechts. Ja. Met boer wel een beetje in beeld. Kijk, ja. Ja, super. Oké. Ja, super bedankt. Toch een klein momentje. Want dat was geen eerste maar ik heb altijd een speciaal Nou, dat was niet te lang, hè, Prins? Ja, dat ging heel snel. Heel goed. Het is echt, maar het is natuurlijk de beste reclame die je kan hebben om het boek te kopen. Ja, ze hebben niks verklapt, dus om te weten waar het echt over gaat, moet het boek lezen. Iets van security en privacy en waarom het nuttig is en wie je ervoor in moet huren. Er zijn heel veel vragen die mensen hebben en dat is alleen maar één advies, koop het boek. Ja, koop het boek, ja. Dus
Gaat u het boek kopen? Ja, ik denk het wel. Ja? Zou ik zo zeggen. Het zit helemaal in mijn aandachtsgebied. En dat is? Internet of Things. Voor wat, waar werk je voor? Ik werk bij de Consumentenbond. Oh, de Consumentenbond. Ja. Oké. Okay. Ja, die privacy en security is goed geregeld, hè, met Internet of Things. Nou, niet echt. Nee, daar is nog heel veel te doen. Dat zien we ook nou in het nieuws. En dat gaat de Consumentenbond, gaat zich er ook tegenaan bemoeien? Nou ja, we zullen in ieder geval de aandacht op vestigen. Kijk, daar komen we nodig aan. Heerlijk, dat alles in je huis en alles, alles wat je ook maar enigszins... Mijn autootje, mijn Teslaatje wordt gehackt en zo. En dan moet de consument daar maar bewust van zijn, zeg maar. Begint er bij de computer. Ja, precies, dat is het. Ja. Nee, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Hoe is het over het algemeen gesteld met het bewustzijn van consumenten over hun security in de digitale wereld? Nou, daar komen we wel veel te verbeteren, zou ik zo zeggen. Ja. Maar de PC is er al 25 jaar en het internet eigenlijk ook. Dus als consumentenbond kun je dan maar weinig doen of zo? Of moet, toch een beetje, moet je maar een beetje aanjagen aan de zijkant of zo? Nou ja, we kunnen op zijn minst de consument zelf goed informeren, zodat hij weet waar hij aan toe is. Eigenlijk is dat natuurlijk een taak van de producent zelf. Ja. Maar als zij het niet doen, dan moeten wij het doen. En moeten wij de producent erop wijzen dat ze dat moeten gaan doen. Ja. En hoe ken je deze heren? Het IoT kringetje. En ik ben via onze woordvoerder ben ik in contact gebracht. Oké. Okay. En waarom kom jij hier? Ik ben geïnteresseerd in Internet of Things. En wat is jouw business? Ik hou bij de Smart Buildings. Smart building. En daar wil ik IoT zeker inzetten. En security is natuurlijk een heel belangrijk punt. Ja. Ja. Het zou goed zijn dat ze daar naar normeringen komen. Onder andere ook voor besturingssystemen. Ja. Dat is iets wat me eigenlijk altijd verbaast. Als je een schakelaar pakt, dan staat er TUF, CNLX, staan er allerlei tekens achterop. Ja. Die de consument beschermen. Maar koop ik een Windows pakket, als ik dat zou kunnen, ja, dan staat er niks op. Een beetje veiligheid, ja, dus, veiligheid security inside. Ja, dat zou een garantie voor moeten zijn. Ja. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Ja, het is nu allemaal lekker. Dankjewel. Mogen we nog iets drinken? Je maakt heel erg druk voor cybersecurity. Ook wel even degene die nog niet wijn in de hand heeft. Wie van jullie heeft recent nog zijn mobiele telefoon geüpdate? Ja. Ja. Dat zijn er niet veel. Gaat toch automatisch? Vertel even kort een paar bullets waarom dat belangrijk is. Nou ja, ieder product met software, dat moet je onderhouden. En in de loop der tijd staan er altijd wel weer beveiligingsissues. En daarom moet de fabrikant dat onderhouden. En dan moet je dat zelf updaten of het automatisch gebeuren. Okay, maar hoe zit het dan? Want als ik een product koop, ik had laatst een niet namen te noemen Zuid-Koreaans tv-merk, tv, en die kon geen updates meer doen. Ik denk, nou ja, ik heb 2 jaar garantie als consument. Maar hoe lang moet zo'n fabrikant dan volgens de consumenten wordt garantie gegeven? Ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Dat hangt natuurlijk een beetje af van wat je als uitzending moet doen. Maar we toch op zijn minst zeggen, nou ja, 2 jaar van mobiele telefoon. En voor duurdere producten zou ik zelf zeggen, doen we wat langer als fabrikant. Ik wil zeggen, als ik een tv, vroeger ging een tv 10 jaar mee, nu met de nieuwe software-updates van de NPO, die geen flash meer ondersteunen kan, er worden ineens heel veel tv's van afgeschreven in Nederland, heel interessante ontwikkeling. Maar eigenlijk zeg je dus, na 2 jaar ben je in Nederland in feite onveilig, ben je dus insecure. Zo zou je het kunnen noemen, tenzij het fabrikant natuurlijk zelf denkt van, we gaan het toch wel ondersteunen. En belangrijk daarin is trouwens ook dat ze daar goed over communiceren. Dus op zich, je apart dat je nu een apparaat koopt, dat je eigenlijk voor niet zo goed weet hoe lang je hebt, veel ondersteuning moet krijgen. Dan begint het altijd vanzelf, hè? Dus eigenlijk zeg je van, als je dan zegt van, dat is nou een goed merk, die zijn er goed mee bezig, die hebben zich committed, of het nou een thermostaat is, of een tv, of een ander consumentenapparaat. Welke fabrikanten waarvan je zegt van, nou, die zijn echt goed bezig, dat is een flagship, daar kan de industrie zich een voorbeeld aan nemen. Welke fabrikant is dat? Nou, er is niet één fabrikant die het perfect doet, maar ik kan wel een voorbeeld noemen van een fabrikant die het lang ondersteunt, dus vaak Apple. Maar Apple communiceert er niet zo best over, je kunt die informatie niet zo goed vinden op hun website. Anderszins hebben we Google met hun Google Pixel telefoon bijvoorbeeld, die op zich wel duidelijk aangeven op hun website hoe lang ze van plan zijn dat te ondersteunen en dat doen ze ook werkelijk. Oké, dus ondanks dat feit dat nog geen wetgeving is. Gefeliciteerd hier, Gilles. Ja, dankjewel. Uw eerste Nederlandse boek. Ja, eerst Nederlandse boek. Ik heb hier ook Danny. Danny kijkt mee. Of het monteer van de Telegraaf. Allemaal mensen die meekijken. Oké, leuk. Ja, ja. De Nederlandse versie, hoe lang heb je eraan gewerkt? Nou, de Nederlandse versie is in 4 maanden gebeurd, volgens mij. Vertalen. De Engelse versie was veel langer. 1,5 jaar in totaal. Ja. Ja.